Hey, hallo allemaal. Ja, een hele goede morgen. Dit is eigenlijk iets compleets nieuws op mijn kanaal. Dit is een achter de schermen video. En vandaag zijn we achter de schermen bij mijn vlog. Mijn vlog 20, geloof ik, dacht ik. Weet niet meer. Maar in ieder geval bij een vlog van mij. En dan ga ik zien wat soms fout gaat en soms niet en zo. Wat fout gaat misschien straks. Maar in ieder geval, dit is dus... Ja, dat ik zo de vlog ga opnemen. Dit is achter de schermen met mijn vlog. Het is een nieuwe serie op mijn kanaal en ja, er komen meerdere video's van. En vandaag is het tijd voor... Vandaag 8 februari is het tijd voor... Is het tijd voor... Achter de schermen bij mijn vlog. Nou, laten we dan maar eens naar binnen gaan. Ik heb hier een hele tas bij waar alle spullen in zitten. Even een lichtje uit, anders kon je me niet zien. Nu niet meer, dus go. Zo, dan komen we in de kamer aan. Nou, dit is natuurlijk de kamer waar het allemaal gebeurt. Hier vloggen wij altijd, in dat hoekje daar. En hier gebeurt het allemaal. De luiken zijn altijd dicht. Dus wat ik dan altijd doe is... Ik leg eerst even een spulletje neer. Zo, en wat ik dan altijd doe is even die luiken open. Oh. En dan zeg ik een hele goede morgen. En dan ga ik hier op mijn stoeltje zitten, deze stoel. En dan ga ik op vloggen. Hier ga ik op vloggen altijd. En dan zie je die achtergrond altijd, weet je nog, met die lamp. Zie je achter je altijd zo mijn achtergrond. Dan zie je zo, ja, zo is dat, gaat dat dus altijd. Dan kan het lichtje weer uit. En dan doe ik de deur altijd dicht. Hier heb ik wat kleren liggen, dat kan allemaal weg. Hier woon ik zelf niet, hier woont mijn oma. Maar die kleren die kunnen wel even weg, zo, deur dicht. En dan gaan wij zitten en dan zie je eigenlijk dat wij hier altijd vloggen. Dit is dat ding, hier zitten wij altijd. Altijd mooi, dit is hier een beetje een vreemde boel. Nou ja, een beetje een vieze boel. Dus wat we gaan doen, we gaan hier zo meteen de vlog opbouwen. Ik ga even alles uit mijn tas halen. En ik ga het even klaarzetten zoals jullie zien. Oeps. Dat is mijn iPad waar ik mee ga filmen. En dan gaan wij zo. Hoppa. Dan vraagt hij mijn code. Nou, dat mogen jullie even niet zien. Zo. Dan zijn we aangemeld. En dan gaan we even kijken. Dan gaan we zo beginnen. Dus tot zo. Nou, zoals jullie zien is de camera app opgestart. Hallo. Kijk, wij zijn nu... wij gaan hier zo meteen de ding maken. Maar zal ik mijn camera... Nou trouwens, ik kan hem hier wel zetten. Zo. Zo. Zo gaan we filmen. Zo gaan we de vlog maken. Dan ga ik hier lekker praten en zo. En dan zien jullie dat daar ook. Dus doe vast een duimpje omhoog. Vond je dat leuk? Nou, dit wordt de vlog en ja, we gaan vloggen, dus zo meteen even wachten en we gaan zo starten. Oké. Nou, ik ben nu van plan om de vlog te gaan opnemen. Mijn alles staat klaar. Ik ben gereed om op te nemen en ja, laten we gaan starten. Are you ready? Oh, wacht, jullie zien het zo niet. Jullie zo het? Ja, ik denk het wel, hè. Anders ga ik een beetje opschuiven zo. Zo. Perfect. Oké, wacht. Dan gaan we starten. Dus even goed zitten. Ik doe altijd even 10 seconden rustig ademhalen. Dus dan gaan we. Oké, ik ben er klaar voor, jongens en meisjes. Wij gaan starten. 3, 2, 1. Ik hoop dat het goed gaat. 0. Hey, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Vlog 20. Ik weet eigenlijk niet of het vlog 20 is. Dit is al slecht. Wacht even, jongens. Ik ga even kijken of die goed is. Nou, het is toch vlog 20, dus we gaan hem opnieuw opnemen. Dus daar gaan we. 3, 2, 1. Ik zou toch 5 minuten gaan beginnen.
Oké, 3, 2, 1. 3, 2, 1. We gaan nu starten met vloggen. Go! Hey, hallo allemaal! En welkom bij een nieuwe vlog. Vlog 20! Ja, jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe vlog. Wij gaan weer lekker vloggen en... wij gaan gewoon weer lekker vloggen. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Doe vast een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. En ja, we gaan gewoon beginnen met vloggen. Ik ga vertellen wat ik geüpload heb, wat ik gedaan heb. En dat was het eigenlijk al. Ik ga even kijken. En wat heb ik maandag geüpload? Maandag heb ik mijn nieuwe banner geüpload. Oftewel, mijn nieuwe banner. Mijn nieuwe banner heb ik onthuld. En ja, ik vind hem eigenlijk heel mooi geworden, die banner. Dus ik heb die geüpload. Eén iemand had gereageerd. Oh, wauw, mooi. Alleen, er is één probleempje, maar dat zeg ik straks wel even. Maar maandag heb ik dus mijn nieuwe banner geüpload. Ja. Oké, wat heb ik dinsdag geüpload? Dinsdag heb ik niks geüpload, helaas. Waarom weet ik ook niet, maar ik heb niks geüpload. Wat heb ik woensdag dan geüpload? Woensdag heb ik weer wel wat geüpload. Dat is volgens mij... Wacht even. Nee, dat is geen challenge. Het is, dat is een video dat ik geen challenge 21 komt. En dat er dan die week daarna weer geen challenge komt. Omdat ik er dan niet ben. Dus ja. Dat ben ik er niet. En dan komt er dus ook geen vlog. Ja, jullie zullen je afvragen. Waarom kijk je elke keer zo? Maar daar staat de camera. En ja. Daar staat de camera. Die is nou ook aan het opnemen. En waarom? Ja, dat is achter de schermen video. Maar daar ga ik straks meer over zeggen. Want dat is iets compleets nieuws op mijn kanaal. Ja. Maar in ieder geval, woensdag heb ik dus geen challenge 21 geüpload. Dat ik zomaar niet heb gedaan. Oké, en wat heb ik donderdag geüpload? Donderdag heb ik niks geüpload. Waarom weet ik niet. Ik heb gewoon niks geüpload. Vrijdag heb ik ook niks geüpload. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Maar ja, niks geüpload. Zaterdag, dus dat is vandaag, dat is vlog 20. Ja, vlog 20, ja, vind ik wel een leuke vlog. En dat is heel leuk. Deze vlog komt online vandaag. De achter de schermen video komt vandaag online. Ja, even naar die camera. Dat is namelijk mijn telefoon. Die achter de schermen video komt dus online. En morgen... wat komt er vandaag nog online achter de schermen video? Een talking catje en natuurlijk deze vlog. En ja, dat is het voor zaterdag, voor vandaag dus wel. Morgen, zondag, wat ga ik dan uploaden? Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ga uploaden. Ik denk gewoon een challenge. Nee, een challenge. Hoe kom ik daar nou weer bij? Nee, morgen ga ik gewoon een talking catje uploaden of een movie boot. Maar waarschijnlijk een talking catje. Dus week je alweer rond qua video's. Laat ik vertellen wat ik gedaan heb. Maandag gewoon naar school geweest. En in de avond niet wezen zwemmen. Ik heb nog niet gezegd, jongens en meisjes, maar ik ben best wel verkouden. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik de challenge niet heb gedaan. Dat ik best wel een beetje verkouden was. Een beetje. Dus ik heb niet gezwommen. Dat heb ik dinsdag gedaan. Dinsdag ben ik gewoon naar school geweest. En voor de rest ook niet heel veel meer gedaan, volgens mij. Nee. Ook niet heel veel gedaan. Nee. Oké. Gaan we naar woensdag. Nou, woensdag ben ik ook naar school geweest. Ben ik naar Ossendrecht geweest, waar Laura dus is. Dus ja, dat vond ik dus wel leuk. En daar hebben we geen challenge opgenomen. Ik heb wel een video op YouTube gezet, namelijk die een andere, ja. Wat heb ik donderdag gedaan? Donderdag ben ik ook gewoon naar school geweest. Donderdag heb ik proberen aan de dingen te werken. Aan de banner. Maar over de banner ga ik zo meteen vertellen naar wat ik allemaal gedaan heb. Dus vrijdag bedoel ik. Wat heb ik vrijdag gedaan? Vrijdag heb ik ook aan de banner gewerkt. Maar ja, dat is, toen is het fout gegaan. Waarom ga ik zo zeggen?
Vandaag zaterdag. Nou, ben nu lekker aan het vloggen. Wat ga ik vandaag nog meer doen? Wat ik nog ga doen vandaag? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Vandaag is het wel heel leuk, want ja, nu gewoon aan het vloggen. Ik ga gewoon 3 video's uploaden. En dan vanavond. Want dinsdag was Laura jarig. En vanavond ga ik er naartoe, naar Ossendrecht. Naar Laura. Maar dan denk ik niet dat Laura een challenge wil opnemen met de verjaardag. Dat is niet zo leuk. Dus ik denk dat doen we maar niet. Maar ja, dat doen we dus eigenlijk niet. Een challenge opnemen. Maar ik ga wel naar Laura toe. Misschien ga ik wel een klein kort videootje maken. Maar ik weet het niet zeker. Er komen gewoon 4 video's online. Dat vind ik wel een... Ja, kan wel. Maar ja, kan wel in principe. ja. Dus dat... is het wel voor zaterdag. Ja. Oké, allemaal jongens. Allemaal even hyper de piep voor Laura. 1, 2, 3. Hyper de piep, hoera! Hyper de piep, hoera! Laura Sjaag. Ja, ze is ook 12, net als mij. En ja, dat is gewoon leuk. Oké, we gaan door naar zondag. Wat heb ik zondag gedaan? Of we gaan zondag nog doen. Zondag ga ik gewoon een beetje huiswerk maken. Proberen mijn banden te verbeteren. Ik weet niet jongens, maar er is echt iets fout gegaan. En daar ga ik het zo over hebben. En voor de rest gewoon een beetje lui doen, denk ik. Nou, dan gaan we nu, nu is het weekje alweer rond qua, nou, qua wat ik gedaan heb. Dan ga ik nog één paar dingetjes misschien wel vertellen. Want dat is waar ik al nu al heel veel over heb gezegd. Dat is over de banner. Ja, jongens en meisjes, daar is iets mee fout gegaan. Nou ja, echt fout gegaan. Jullie hebben mijn video, mijn nieuwe banner. Die stond maandag online. En de reacties waren meteen goed. Mooi, mooi. Maar op de dag van gisteren ging het echt niet goed. Ik vond het echt niet leuk. Wat was het? Jongens en meisjes, ik ging naar YouTube, logde in, wou mijn banner gaan veranderen, want ik wou hem erop gaan zetten, gisteren eigenlijk al. Maar wat blijkt jongens en meisjes, wat blijkt, de banner is te klein. Ja, en dan zullen jullie denken, maak dan een nieuwe. Ja, dat kan ook wel, alleen, ja, dat is echt niet leuk. Want ik had... Er staat dan, uw minimale grootte van deze foto moet 2048 keer 1152 pixels zijn. Dus ik heb dat ingevoerd op Photoshop, Adobe Photoshop, Elements 12. Ja, waar ik het mee doe. Die bleek, heb ik dat gedaan. Toen bleek die zo groot te zijn. Best wel. Dus ik heb hem even uitgezoomd. Niet dat de pixels er slechter waren, maar ik heb hem gewoon uitgezoomd. En toen was die dus gewoon beter. Maar in ieder geval, ja, dat vond ik dus wel niet zo leuk eigenlijk. Maar toen heb ik de banner weer helemaal uitgerekt en helemaal perfect weer gemaakt. En wou ik hem weer gaan doen. En dan was die al 2048 keer 1152 pixels. Zegt hij weer, het is fout. Waar het aan ligt, jongens en meisjes, ik weet het echt niet. Echt, ik serieus, ik weet het echt niet. Dus ja, dat vind ik dus niet zo heel erg leuk. Maar in ieder geval, dat was eigenlijk wel weer de vlog. Dus ik zeg bedankt voor het kijken naar deze video. Geef deze video een duimpje omhoog, ja. Een reactie. En niet te vergeten te abonneren. En jongens en meisjes, ik ga keihard werken aan de banner die eraan zit te komen. Er komen nieuwe video's aan. Ik heb al gezegd, vandaag niet, maar waarschijnlijk over een maandje of zo, denk ik. Ja, de banner, ik weet niet of dat nog goed gaat komen. Maar ik ga proberen een nieuwe banner te maken. Wel zo'nzelfde eigenlijk ongeveer. Probeer dat zo zelf mogelijk te zijn. En mocht er echt een hele verandering aan zitten, ga ik mijn nieuwe banner die online staat. Die video die ik maandag heb geüpload, ga ik verwijderen en weer mijn nieuwe banner uploaden. En dan weer filmen, de nieuwste die ik dan heb gemaakt. Ik hoop dat die past, dan ga ik eerst voortaan testen en dan, ja, dan ga ik hem pas op YouTube zetten. Maar in ieder geval, wat ik al net zei, bedankt voor het kijken naar deze video. Geef deze video een duimpje omhoog, een reactie en niet te vergeten, abonneren. En dan zou ik zeggen tot de volgende video. Check vooral de video van
achter de schermen met mijn vlog 20. Die staat hier in de beschrijving. En ik zie Laura vanavond en ik doe haar de groetjes. Tot de volgende video. Doei. Hoi. Tot de volgende video. Doei. Hoi. Houdoe. Nou, dat was dus de vlog. Het is gelukt. We gaan even een stukje kijken, jongens en meisjes. Kijk, we hebben hem net gefilmd. Oh, wacht. Ja, ik ben een beetje verkouden, wat ik net al zei. Hey, kijk. Hallo allemaal. Laat even een stukje zien. Vlog 20. Ja, jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe vlog. Hier kijk ik soms met mijn ogen, zie je dat? Maar dan kijk ik dus naar deze camera. Ja. Jongens en meisjes, wat ik even wil zeggen. Ik ga nog meer video's opnemen, maar dat wordt geen... misschien wordt dat ook achter de schermen. Ja, misschien wel. Maar die ga ik een andere keer dan uploaden. Wat ik even in ieder geval wil zeggen is... Bedankt voor het kijken naar deze video. Geef deze video een duimpje omhoog, een reactie en niet te vergeten te abonneren. En dan zou ik zeggen tot de volgende video. Tot de volgende video. Doei. Hoi. Tot de volgende video. Doei. Hoi. Au.